familie Meerschaert en mama speelt even mee. Applaus voor mama! Yay. We spelen vandaag Get Packing. En Get Packing kan je spelen tot 4 personen, van 2 tot 4 personen. En het zou gedaan zijn in 15 minuten. Dat is natuurlijk afhankelijk hoe snel je kan inpakken. Hè? Hoe zit het spel in elkaar? Je hebt elk een kistje. Dat is zo'n kistje, kijk. Een reiskoffertje. Je hebt allemaal verschillende voorwerpjes. Dat is bijvoorbeeld een broekje, een zonnehoedje, een slipper. Allemaal verschillende vormpjes. En je moet een kaartje nemen. Een bestemming, bijvoorbeeld deze is Griekenland. En aan de achterkant zie je dan verschillende stukjes dat je in je koffer moet krijgen. Je legt dat in het midden. En dan moet je proberen als eerste alles in je koffer te krijgen. Koffertje moet perfect toe kunnen. Dus helemaal... Ja, dus het moet helemaal dicht kunnen. De eerste die daarin lukt, mag dan zijn hand op het kaartje leggen. En krijgt dan dat kaartje. De eerste die 3 kaartjes verzamelt, is gewonnen. Je hebt 3 verschillende moeilijkheden. Met 1 sterretje, met 2 sterretjes of met 3 sterretjes. We gaan proberen met 1 sterretje. Orfee en ik hebben al eens geprobeerd. En 1 sterretje was al voldoende. Toch voor de eerste poging. Dus we gaan eerst met 1 sterretje. Moest het te snel gaan... Dan gaan we een keer een niveautje hoger. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Goed, we gaan de eerste omdraaien. En dan moet je ondersnelst je pakketje vol krijgen. Ja? En dan gaan we achteraf controleren als er iemand erin geslaagd is of alles wel juist is. Als je eentje vergeten bent. Goed? Ja. Klaar? Ja. Hopla, deze moeten erin. Dus begin maar. Mama is... Alles aan het sorteren. Haar brilletje zit al weg, haar topje. Arco heeft al de zonnecrème. Ah nee, dit is de spuitbus. Oei, voor insecten. Ja, dus geen slechte tactiek hier allemaal. Wie zal er eerst in slagen? Wie, oh wie? Oei, mama. En? Krijg je dicht? Niet hè? Doe een keer. Nee, dat is niet te. Oh! Oh, hand op de kaart leggen. Oh, wacht eventjes. Wacht eventjes. Waar ben je? Ik ben iets vergeten. Ah, zijn iets vergeten? Ah, allemaal doordoen. Ah, dat was een beetje te snel, is dat? Nee, maar Xante neemt ding niet dat ze niet nodig heeft. Wat? Xante, als je te veel hebt. Nee, hij is niet helemaal dicht. Doe een keer. Nee, niet helemaal dicht. Dat is nog niet zo simpel, hè? Nee. Ja, nog eentje erbij, dat is niet zo simpel, hè? Hé? Hoppa, Orfee, alles er weer uit. Is het dicht? Nee, het is niet dicht. Oh, alles is gevallen. Die bal is stom. Mag die bal weggooien? Maar ik dacht eerst ook dat een bal kon plat gedaan worden, maar het is een bal die je niet kan plat doen. Oh, wat zijn de kindjes stel. Als je duwt, kan toe. Nee. Ben je klaar? Oh, Doe een keer. Is die dicht? Hij is dicht. Allemaal stoppen. We gaan controleren wat er in Arco zijn koffertje zit. Oh nee, hij heeft niet alles mee. Nee, hij heeft niet alles mee. Heb je nu al zien? Ja. Wat heb je niet mee? Teddybeer. Ah, ja. Toen. Oh. Stop. Nu gaan we een keer kijken als alles erin zit. Ja, dus leg de zonnehoed maar op de kaart. Ja. 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 Oh, het is best wel leuk. Ja. En waar is die slip? Ik heb geen slip. Daar is hij door van. Ja! Je slip zat er niet in.
Ik heb geen sleep aan, doe geen sleep aan op vakantie. Nee. Oh my god. Orfee vind ik nog leuk. Orfee puzzelt niet graag. En als ik erop ga aanzetten, gaat hij dan dicht? Waarschijnlijk wel. Oh, een uniek moment. Zijn er nu twee. Dus Arco, jij eerst. Kijken. Oké, de hoed. Ja. De bal. Ja. De beer. Ja. De teenslipper. Ja. Broekje. Ja, het is wel een klein broekje dat je aan hebt, hoor, Arco. Hé? Huh? Topje. Maar waar is nu mee? Waar is dat nu? Ja. Die ligt hier. Door wie? Ja. Exacte. Ja. Ja. Arco, Xante, nu ja. Jij proberen, nu jij proberen. Oké. Okay. Xante, een keer kijken of je alles hebt. Oh. Ah, ze gaat alles goed hebben. Ja, ze heeft alles goed. Die van mij is ook wel dicht, hoor. Nee, ze heeft het toch. Ja! Xante, woe! Xante heeft 1 punt. Goed zo! De volgende. Egypte. Wat ga je inpakken voor Egypte? Alles. Deze. Hopla, begint er maar aan. Er zijn hier al mensen die de bal daartussen leggen. Oké. Dat is een goede tactiek. Ik weet niet wat dat te doen. Arco, ik denk dat je nog wel te weinig hebt. Kijk, weet je, ik was aan het kijken naar alle wat post. Wat is dat hier? Daar is je standbal. Oh, dat is snel. Oeh, zal dat wel goed zijn? Ik denk dat je waarschijnlijk 3 dingen tekort mee hebt. Minimum. Dat ziet er redelijk leeg uit. Dat gaat niet kloppen. Allee, goed. Leg maar op. De slipper. Topje. Een broekje. Een broekje. Een topje. Teddybeer. Zonnebril. Bal. Ja, ze heeft alles. Goed. Wow, dat was snel. Dat was heel snel. Amai. Egypte. Naar Egypte. Egypte is binnen. Maar het is buiten, hoor. Griekenland. Krvatska. Daar wil ik naartoe. Krvatska. Krvatska. Dat ken ik. Ik ben redelijk goed in aardrijkskunde, maar dat kan ik. Goed. Klaar. Yes. Klaar voor de inpakwedstrijd. Ja! Stop. Stop. Messi, jouw bal. Oh, wat zijn ze flink. Oh! Nee, wacht. Oh, dat was wel niet goed toe, hè? Nee. Ja, Arco, wacht. Stappen, iedereen. Stappen. Arco. Arco, je hebt je flip-flop-spray. Je duikbril. Arco. Zie zeker? Ja. Stoppen iedereen. Stoppen. Dat is echt zeker. Deze is niet toe. Deze ik is ook niet toe. Dus, ja. We gaan een keer kijken of Arco alles mee heeft. De band. De slipper. Hoe noemt dat? Kijk, dit hier heb ik echt super mooi gemaakt. Ja, je hebt dat super mooi gemaakt. Toen een keer. Heel geordend. Dan dit. Houdt hier. Ja. Dit. Daar. Ja. Dit. Ja, echt alles. Daar. Ja! Yeah! Dat is echt iets voor mij waar dat naartoe moet. Ja. Goed zo. Ja, dat je niet weet naar waar dat die gaat. Je weet niet waar dat ligt. Ja, je moet dan een keer leren kennen, niet dan? Hrvatska. Woe! Nu gaan we naar Istanbul. Nee. De bal is terug. Het zijn zo'n grote. Ja, het zijn allemaal grote steun, hè. Mama denkt dat ze klaar is. Ja. We gaan een keer kijken of alles in de koffer zit van mama. Ja.
Ja, de bal, ja. Oh nee, ja. Oh my god, ja! Nee, niet voor mama. Ja. Nee, mama mag niet meer winnen. Nu gaan we een stapje hoger. Het is bijna iemand gewonnen. Mama heeft er twee. We gaan de twee sterretjes. We gaan naar Goa. Goa. Orfee, je bent de enige die nog niet gewonnen heeft. Ik ga niet graag op vakantie. Ga je niet graag op vakantie? Als niemand voor mij gaat inpakken, ga ik niet op vakantie. Goed, we gaan naar Goa. Klaar. Dat is een stapje moeilijker. Ik kijk, ik kijk. Oh. Klaar. Go. Wacht. Hey, wacht. Nee, dat is hier wel mooi geordend. Kijk, daar. Ja. Dat is iets minder mooi geordend. Ah. Als ik dan zie, mijn dag, dat is zo. Laat me. Ik kom niet aan jou. Nee, dat past allemaal zo mooi samen. Hey. Van mij ook hoor. Ja, van mij. We houden een paar dingetjes dan. Je ziet dat mama altijd de koffers inpakt van iedereen die als op vakantie gaat. Oh, ik krijg veel reactie hoor. Ze zijn allemaal zo geconcentreerd. Dat is niet normaal. Ze willen hier allemaal winnen, dat mama nog meeste. Toe. Oh, waar is je hand op de kaart? Ja, stoppen! We gaan een keer kijken naar Orfee. Haar eerste kaart en dan nog twee sterretjes. De zon, de zonnehoed. De broek. Teddy. Flip. Flop. Ja. De bril. De hoed. Wow! En dan nog twee sterren. Ja. De ene sterren kan jij niet goed. Nee. Jij moet direct het moeilijke. Ja. Dank u wel. Ik ga naar... Goa. Ja. 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 Nu gaan we naar... Sri Lanka. Sri Lanka. Ja, Arco heeft de denktij volledig klaar. We gaan een keer kijken, Arco. Ja? Mama ziet al iets zeker. Nee, nee. Mama had je vergeten. Arco, de hoed was in de hoed vergeten. Dat is maar een klein stukje, nee, de hoed. Komt te vrij. Dan doe je die koffer toe en zei van, ja, ik ben er. Oh, wow. Manneke, kijk, is die wel helemaal dicht? Kindjes, dit is een belangrijk moment. Als mama dit juist heeft, is ze gewonnen. Zou ze alles hebben? Nee. Toen een keer. Ja. De beer. De hoed. Een bril. Ja! Nee! Wow! Mama heeft gewonnen! Toen ik je drie kaartjes, waar ga je op reis? Waar ga je op reis? Naar Sri Lanka, Egypte en naar Istanbul. Neem maar je koffer, dan mag je kofferken meenemen. Voilà! Mama is gewonnen! Hey! We gaan even rondvragen. Natuurlijk weten we al wat dat mama er zal van vinden. Mama, wat vind je van dit spelletje? Ik puzzel gewoon graag. Ah ja, oké, voilà. Dus als je graag puzzelt, is dat wel een leuk spelletje. Xante, vind je het leuk? Ik vind het echt super tof. Ja, super tof? Ja, super tof. Ja, oké. Arco? Ja, vind je het hetzelfde? Gewoon, je vindt hetzelfde. Ik vind het gewoon super leuk. Ah, oké. Dat is gewoon hetzelfde. Ik vind het echt super tof. Ik vind het super saai. Ja, Orfee. Ik haat puzzelen. Het is echt gewoon het ergste spel dat je ooit hebt. Dus als je niet graag puzzelt, dan is het misschien niet voor jou, maar nee. Het is wel een leuk spelletje en het is wel snel gedaan. Maar natuurlijk, de drie sterretjes, dat zal wel nog moeilijker worden. Maar ik denk dat dan de uitslag gewoon hetzelfde gaat zijn. Mama zal dat gewoon nog sneller gewonnen zijn, dat is gewoon simpel. Maar goed. Vond je dit ook een leuke video zoals dat jij dit een leuk spelletje vond van Get Packing? Geef dan alvast een blauw duimpje. Heel belangrijk voor ons om dat duimpje te geven. En abonneer op ons kanaal. En op dat belletje klikken, dan krijg je een melding wanneer onze video uitkomt.
Wil je reageren onder deze video? Dat kan dan op de community pagina. Dus niet alleen waar onze video staat, maar onze community pagina. Daar zetten we ook de video en daar kan je onder reageren. Niet onder de gewone video's. Strenge regels van YouTube. Dus in de community kan je praten met ons. En we gaan altijd zoveel mogelijk reageren. Dat vinden we belangrijk. Goed, we gaan afsluiten. En het enige dat we nu nog moeten doen is zeggen... Ciao! Ciao.